Paul, kun je uitleggen wat nou precies, je noemt het woord mainland en je noemt ook het woord free zone. En in welk opzicht verschillen die twee van elkaar? En wat betekent dat mainland nou precies? Nou, mainland betekent letterlijk natuurlijk vasteland, maar het is niet zo dat de free zones op eilanden liggen of zo. Die liggen ook op het vasteland. Als je onderneemt in de Emiraten, heb je of een free zone licentie of je hebt een mainland licentie. Op de free zone, met een free zone licentie mag je handelen op de free zones en je mag ook administratieve dingen doen op het mainland. Met een mainland licentie mag je handelen en vooral heel belangrijk rechtstreeks verkopen aan consumenten die wonen in een van de Emiraten. Oké, dus als ik jou goed begrijp, als ik als ondernemer een bepaald product verkoop en ik doe dat vanuit een free zone, dan mag ik dus alleen business to business doen en ik mag niet rechtstreeks met consumenten onderhandelen of handelen. Klopt dat? Helemaal correct. Anders geformuleerd, als je rechtstreeks met consumenten wil handelen, zul je een mainland licentie nodig moeten hebben. En is het dan gemakkelijk voor mij, hè? Stel je voor, ik heb mijn bedrijfsactiviteiten op enig moment veranderd. Kan ik dan gemakkelijk switchen van een free zone naar een mainland bedrijf? Of kan ik dan iets extra's betalen waardoor ik ook een mainland bedrijf heb? Het laatste kan wel. Iets extra's betekent eigenlijk een compleet nieuw bedrijf starten. Het eerste, gemakkelijk switchen, kan niet. Oké, dus ik moet van tevoren heel goed bepalen wie mijn klanten zijn. Je moet van tevoren echt heel goed nadenken over hoe je het opzet, omdat als je bijvoorbeeld in de verkeerde free zone terechtkomt, die gewoon niet handig voor je is. Of je ontdekt van, hé, ik wil eigenlijk handelen met eindconsumenten, maar dat mag niet. Ja, dan zit je dus wel met de gebakken peren in die zin. Dan heb je de verkeerde licentie en dan moet voor een heel groot deel moet vaak alles opnieuw. En help jij mij daar dan bij om te bepalen wat voor mij de goede licentie is? Ik start altijd met twee belangrijke stappen. De eerste is bedenk een echt goede naam voor de Emiraten. Heel vervelend, maar sommige dingen in het Engels hebben een heel verkeerde betekenis in het Arabisch. Dus daar moet echt even goed over na worden gedacht, de naam van het bedrijf. En het tweede waar we mee starten, is inderdaad vaststellen, wat is de business? Moet je mainland, moet je free zone? En als je free zone moet, welke van de 40 is dan de meest handige om te nemen?